Deze video is bedoeld voor beginnende flippers om ze te helpen bij het inrichten van hun ELO. De ELO in kwestie is ditmaal Teletop. Omdat alle ELO's eigenlijk vrijwel hetzelfde werken, zul je dit principe ook kunnen toepassen op je eigen ELO. In deze ELO zijn eigenlijk twee onderdelen het belangrijkst. Ten eerste de agenda en ten tweede leermiddelen. We beginnen met de agenda. Als docent zijnde zet je hier al je materiaal klaar voor de geflipte lessen. Het eerste gedeelte spreekt vrij voor zich, dat is natuurlijk de data wanneer een leerling iets moet doen te zien krijgt. Er is steeds voor gekozen, zoals je ziet, om dezelfde teksten te gebruiken. Dit om te zorgen dat er een duidelijke continuïteit in zit, zodat het voor leerlingen goed herkenbaar is. Een leerling krijgt maar slechts een aantal regels per keer te zien. Dit kun je natuurlijk instellen. Als een leerling de uitleg voor een les wil bekijken, dus het geflipte gedeelte, staat er duidelijk huiswerk. Bekijk voor de les de uitleg van, in dit geval, paragraaf 1.1. Het is goed om te zeggen dat het hier gaat om een klassieke opbouw. Dus een aantal paragrafen met uitleg en maakwerk en daarna een toets als afsluiting. Als een leerling op details klikt, krijgt de leerling een scherm te zien met daarin alleen de instructiefilm en geen allerlei reclame van YouTube er verder omheen. Dat is het grote voordeel van een video embedden in je ELO. Dit biedt dus geen verdere afleiding. De leerling kan de video zelf bekijken zo vaak hij of zij wil. Dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte van het Flipping the Class idee, immers de video's die ze moeten kijken. In dit geval is er ook nog een digitaal werkboek beschikbaar wat ze kunnen downloaden en wat ze een heel hoofdstuk nodig zijn. Ze kunnen dus van alle hoofdstukken zelf de uitleg bekijken. Steeds zijn het dezelfde teksten. Tegen het eind is natuurlijk een toets. Geflipte lessen houden wat mij betreft ook in dat je voorbereiding voor toetsen dus ook anders doet. De meeste leerlingen vinden het prettig om 's avonds er even te leren. Dus is er een toetsspreekuur via Twitter. Hier staat dag plus tijd, omdat het later nog wordt ingevuld wanneer dat is. Dit gaat in afspraak natuurlijk met je leerlingen. Aangezien toetsen digitaal zijn, moeten ze natuurlijk hun laptop opladen en oordopjes meenemen. En ze kunnen toetsen digitaal afnemen. Wat als voordeel heeft dat leerlingen die sneller door hun geflipte materiaal heen gaan, dus ook eerder een toets kunnen doen of extra stof kunnen doen. Maar de agenda die blijft natuurlijk voor een leerling niet altijd alles zichtbaar. Daarvoor hebben we in dit geval leermiddelen, wat eigenlijk gewoon de bibliotheek is, zo zou je het ook kunnen noemen. Hierin staat al het materiaal keurig voor de leerling geordend. Een leerling kan dus zelf alle begrippen bekijken. Hij kan dus bijvoorbeeld ook nog een keertje ervoor kiezen om alle uitleg opnieuw te bekijken of een samenvatting te luisteren op zijn iPod of zijn telefoon. Op deze manier kun je je ELO klaarmaken voor Flipping the Class. Heel veel succes!